De VVV-winkel aan het Ridderplein in Gemert wordt momenteel niet alleen verbouwd, maar ook flink uitgebreid. Als op 5 mei alles gereed is, wordt het woord winkel geschrapt en zijn we in Gemert-Bakel een inspiratiepunt rijker. Bezoekers en toeristen kunnen dan op allerlei verrassende manieren ervaren wat de zeven kerkdorpen en het tussenliggende platteland te bieden. Wat zijn de kansen voor Gemert-Bakel ook ten aanzien van recreatie en toerisme? En met name van recreatie en toerisme liggen er nog een hele hoop kansen binnen Gemert-Bakel. Volgens mij hebben ze net ook al van een agrarische ondernemer die ook al kijkt naar kansen ten aanzien van recreatie en toerisme. Er gaat heel veel veranderen op het platteland. Dus uiteindelijk zal toch die recreatie- en toerismepoot zal gaan groeien. En ook vanuit het stedelijk gebied wordt gekeken naar het landelijk gebied. Want uiteindelijk gaat het stedelijk gebied gaat echt nog een stukje harder groeien als het landelijk gebied. Maar vanuit het stedelijk gebied zullen die mensen dadelijk ook wel in het weekend of op vakantie willen recreëren of verblijven. En dan wordt er toch naar de peel gekeken. Zeker omdat wij heel veel groen hebben, dat we interessante centra hebben. We hebben hier een prachtig kasteel, dus daar liggen voor Gemert-Bakel alleen er enorm veel kansen op recreatie en toerisme. We zijn met een werkgroep gestart met de VVV, Heemkundekring, ook Bas van der Laar is erbij betrokken. We zijn aan het kijken van wat kun je nou in Gemert-Bakel of in Gemert aan museum doen. Ja, we hebben eigenlijk een Boerenbondsmuseum, maar dat zegt nog niks over de Duitse orde die hier gezeten heeft. Terwijl we ook nog eens een keer een heel rijke historie hebben in het religieuze, wat wij vaak nog vergeten, hier in Gemert-Bakel. En dat is van oudsher al. We zijn aan het kijken om samen met Bas van der Laar, om daar bij de Donjon, om daar een museum te creëren. Bas heeft daar al een presentatie over gegeven. Over de Duitse orde, over de geschiedenis daarvan. We zijn samen met de parochie van de Sint-Jan om te kijken of we in de zijbeuk van de kerk, omdat de kerk toch vaak een andere bestemming gaat krijgen, zeker omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan, maar er blijven altijd mensen nog naar de kerk komen, dus die moet je nog wel de kans geven dat ze kunnen komen. En als je een zijbeuk afscheidt van de kerk, terwijl je dan zicht hebt op de kerk zelf, ik zal me voor kunnen stellen dat je een glazen wand tussen die pilaren hebt. Dus dat je dus in zo'n museum staat, want de kerk zelf is al een museum op zich. Nou, dit is onze winkel. Dit, hier is de ingang. Nu, hier loopt die wat klapstoel, maar hier staat hij wel een beetje. Nou, het is een VR-bril. Die hebben zij meegenomen voor eerst van de punt. Die hebben daar filmpje opgenomen. Ja, maar even uitleggen hoe die werkt. Ah, en inmiddels is de verdachte binnengebracht. Hij wordt vastgehouden door een, ja, ik zou zeggen een wachter, maar het is een Duitse opmerking.